De Eerste Divisie en Fortuna Sittard. Heel eventjes de trainers van nu. Mark Verbommel, hoe doet hij het als trainer? Zijn ontwikkeling, wat vind je ervan? Ja, heel goed. Hè? Ik denk dat hij enorm gegroeid is. Bij PSV heeft hij nog eens wat fouten gemaakt. In de zin dat hij alles zo wilde. Dat alles moest zo perfect zijn. En dat is ook goed. Alleen dat lukt lang niet altijd. En dan moet niet ten koste gaan van je eigen werk. En dus ik heb hem vaak genoeg gezegd, laat dat nou los. En zorg ervoor dat je een situatie creëert waarin jij alleen goed kan werken. En de rest moet je gewoon achter je laten. Het is al opvallend dat zowel bij PSV als volgens mij ook bij Wolfsburg, alles wat hij daar wilde veranderen, dat is allemaal veranderd toen hij daar weg was. Ja, dat ze wilden Overmars en hem hebben in Saoedi-Arabië. Ja. Is dat fake news of is dat serieus? Volgens mij is dat geen fake news. Maar er zijn wel meer clubs die interesse in hem hebben. Ja, maar Saoedi-Arabië kan die over 20 jaar ook nog doen. Dat heb jij hem waarschijnlijk ook verteld. Dat heb ik hem ook gezegd. Ja, zie je. Nou ja, we zitten op beenlijn. Maar die carrière richting... Hij gaat nu de Champions League in met Antwerpen. Is natuurlijk kampioen geworden. Ja, fantastisch gepresteerd. Wat zou nou een slimme ontwikkeling zijn, tot slot, van Mark, zeg maar, in zijn carrière? Ja, weet je, dat weet je nooit. Dat kun je ook bijna niet plannen. Ik denk dat het komt zoals het komt. En hij gaat natuurlijk dit jaar wat ontzettend moeilijk. Want ja, ga dat maar eens overtreffen. Kampioen worden, de beker winnen, de Supercup winnen. Ja. En ook nog eens plaatsen voor de Champions League. Dus als hij dat nog eens een keer zou kunnen herhalen. En dan halen ze hem ook nog veel van zijn spelers weg. Ja. Dus dat, maar er is best wel veel interesse van hem, voor hem, ook uit andere landen. Nou, mooi. Dus ik denk dat hij gewoon doorgaat en kijkt wat er op zijn pad komt. Oké, het zit er al op. We gaan verder. De verlenging komt zo meteen op.